Veel mensen zijn vorig jaar begonnen met beleggen. We kwamen natuurlijk door de coronacrisis thuis te zitten. Daardoor hadden we tijd over, we hadden ook geld over. En de beurs ging ook nog eens onderuit. Dus dat was misschien wel het moment om in te stappen als nieuwe belegger. En omdat er dus veel geld richting de beurs ging, gingen heel veel bedrijven die sprongen daarop in. Veel bedrijven zijn door middel van een SPAC naar de beurs gegaan, omdat zij juist op dat moment wilden profiteren van de hype. Want een hype was het zeker en dat gaan we in deze video bespreken. Want veel van jullie zullen wel in de min staan op dit soort aandelen. En dus is ook de vraag van wat is er nu eigenlijk aan de hand met SPACs? Nou, dat gaan we dus bespreken in deze video. Laten we snel beginnen. Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe video van passiefinkomen.nl. Geef even een duimpje omhoog als je altijd weer uitkijkt naar deze video. Het is een kleine moeite, maar het helpt het kanaal wel heel erg. Dus dat waardeer ik altijd enorm. En laten we ook maar meteen gaan beginnen met het eerste gedeelte. En dat is natuurlijk dat vorig jaar 2020 echt het jaar was van de SPACs. Want bekijken we de Amerikaanse SPACs, dan zien we echt een enorme toename vorig jaar. Maar ook dit jaar zijn er alweer meer SPACs geweest dan vorig jaar. We kunnen dus echt wel spreken van een SPAC-hype. En dat kwam ook mede doordat er veel nieuwe beleggers dus vorig jaar zijn bijgekomen. Nieuwe beleggers die wat geld te besteden hadden. Er kwam dus meer geld op de markt. Ze waren nieuw met beleggen. Ze hadden nog niet alle kennis, niet alle vaardigheden. En ze wilden misschien ook wel een gokje wagen. Maar er zijn vorig jaar ook heel veel social media kanalen bijgekomen. Denk aan Instagram pagina's of YouTube kanalen. Dit soort pagina's die zien natuurlijk ook dat er een hype bezig is en die springen daarop in. Dat zagen we met crypto in 2017, 2018 en dat zien we eigenlijk nu wederom opnieuw met crypto. Maar dat is ook vorig jaar met aandelen. En het is natuurlijk zo met dit soort dingen, alles draait om de views. Om geld te verdienen moet je views hebben en dus maakten ze heel interessante video's waarbij grote rendementen natuurlijk op de eerste plek stonden. Dat zorgt ervoor dat ze heel populair worden, dat veel mensen hem gaan kijken. Maar het gaat niet zozeer om de waarde voor de kijker, het gaat meer om de waarde voor de persoon die de video's maakt. Maar een kijker gelooft misschien wel wat zo'n kanaal zegt en gaat daar misschien ook wel op handelen. En dan wordt de hype alleen maar erger. En koersen gaan verder omhoog, dus deze kanalen zeggen van kijk eens hoeveel rendement ik heb gemaakt, meer mensen stappen in. En op een gegeven moment houdt het op, dan is de hype over. En dan krijg je dus te maken met verliezen. En daar dacht ik dus van de week ook aan. En ik dacht van, hoe zou het nou zijn met die SPACs die vorig jaar zo populair waren? Hoe zou het daar nu mee zijn? Nu dus ongeveer misschien 6 maanden tot 12 maanden later. En dus heb ik daar een lijstje van gemaakt van die SPACs die veel besproken werden afgelopen jaar. Maar laten we eerst even een grafiek gaan kijken. Of tenminste wat grafieken, wat charts gaan kijken van deze bedrijven. En laat ik elke van die 15 bedrijven even kort voorbij komen. En ik denk dat je dan al vrij snel een soort van patroon ziet in de vorm van de grafiek. In de meeste, zo niet alle grafieken, beginnen we laag. Dan gaan we flink omhoog, maar we eindigen ook weer laag. En bijna allemaal zijn het bedrijven met heel veel potentie, dachten we vorig jaar. Maar dat hebben ze dus zeker niet waargemaakt. En bij die grafiek is het misschien wat lastig te zien, dus ik heb ook nog een overzichtje gemaakt. En hier zien we dus de aandelen met hun tickersymbool. We zien het laagste punt in 52 weken en het hoogste punt in 52 weken samen met de koers op dit moment. Met in de laatste kolom het percentage, hoeveel procent we dus onder dat hoogste punt staan. En geen enkel van die aandelen die we vorig jaar dus voorbij zagen komen staat ook maar in de buurt van het hoogtepunt. Terwijl juist Amerikaanse beurzen wel op hun record staan. We zien bijvoorbeeld Nikola en Hillion allebei meer dan 80% lager staan. En dan een heel rijtje van aandelen met tussen de 50 tot 75% in de min. Denk hierbij aan Workhorse, Desktop Metal en Virgin Galactic. En dan ook nog een rijtje met wat het redelijk heeft gedaan en dan redelijk in vergelijking met de rest, want de rendementen zijn nog steeds behoorlijk negatief. En hier zien we dan aandelen zoals bijvoorbeeld Tattoo Chef, Moneylion en DraftKings. En dan ben ik benieuwd, heb jij vorig jaar of in de afgelopen 12 maanden dus deze aandelen gekocht? En heb je ze op dit moment nog steeds of heb je ze misschien al verkocht? En zo ja, welk rendement heb je dan gemaakt? Laat dat vooral weten in de reacties onder deze video. Want zoals gezegd, we horen alleen maar op het moment dat het goed gaat. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd hoeveel mensen nu nog steeds in deze aandelen zitten. Of heb je misschien wel op het goede moment verkocht? Laat dat dus vooral weten in de reacties, want ik wil daar ook zelf weer wat van leren. En het was natuurlijk niet alleen bij deze SPACs, alleen deze SPACs
Die kon ik me nog herinneren. Ik wist dat ze vaak besproken zijn. Er zijn natuurlijk veel andere specs waar dit eigenlijk ook het geval is. En dus kun je jezelf eigenlijk afvragen van wat is er nu aan de hand met specs? Nou, dat zijn eigenlijk twee dingen die er aan de hand zijn. Ten eerste hebben we natuurlijk te maken, of hadden we te maken met een hype. En ten tweede met wettergeving, toezicht, regelgeving. En laten we dan even kort weer beginnen met de hype, want dat hebben we net al een beetje behandeld. We hebben veel nieuwe beleggers gehad die niet alles wisten, die niet alle risico's wisten. Dat er wel veel nieuw geld ook de markt op kwam. En natuurlijk social media zoals Instagram en YouTube die daarop insprongen. Nou, dan wordt het natuurlijk, ja, wordt het vanzelf al een beetje een hype. Maar we zagen ook heel bekende namen zoals Chamath Palihapitiya, die vorig jaar natuurlijk veel op tv is geweest. Heel veel van die fragmenten kwamen ook weer op YouTube. Kwam je hem overal tegen. Een bekende investeerder, iemand die heel veel geld heeft verdiend, maar die juist die specs ging promoten omdat hij er veel mee verdiende. Hij kon dus overal op tv komen en dus dat werd ook niet alleen, ja, online eigenlijk aangewakkerd, maar ook op tv kwam je hem tegen. Dus dat gaat dan gaat de hype eigenlijk vanzelf, wordt die groter. En we hebben natuurlijk te maken met een hype. Want inmiddels weten we wel dat we eigenlijk weer op het beginpunt staan van een jaar geleden. Maar dat was dus een beetje wat er speelde afgelopen jaar. En misschien in de eerste twee maanden van dit jaar, totdat de correctie kwam, eind februari een beetje. Nu zijn er juist wat andere dingen die spelen. En dat heeft alles te maken met toezicht en wet en regelgeving. Want er is nu een bedrijf dat ook met de spec eigenlijk naar de beurs wil gaan en zich afvraagt van, is specgeld wat daarmee te maken heeft met die investering, is dat nu eigenlijk een bezitting die we hebben? Of is dat meer een verplichting, een schuld? Nou, die vraag hadden zij dus ook en die hebben ze bij de Amerikaanse overheid, bij de toezichthouder neergelegd. En uiteindelijk hebben zij ervoor gekozen om het niet als een bezitting te zien, maar juist als een verplichting, als een schuld. Want zij denken, wat nou als de spec niet doorgaat? Dan hebben we eigenlijk een verplichting, dan kunnen we dat geld, dat krijgen we niet. Terwijl we misschien wel kosten maken, dus dat zien zij als een verplichting. En juist omdat ze het bij de toezichthouder hebben gevraagd, gaan nu heel veel investeerders en andere specbedrijven ook anders hierover nadenken. En niet alleen dat, we hebben vorig jaar hadden we te maken met Trump en nu hebben we juist te maken met Biden. Biden gaat wat meer opkomen voor de consumenten. We zien ook dat hij belastingtarieven gaat verhogen. Dat is wat minder goed voor bedrijven. Maar dus ook wat betreft wet en regelgeving en zeker ook het toezicht erop, wordt die strenger. En hij zou iemand nieuws aanstellen, of er komt iemand nieuws binnen die toezichthouder, geloof bij de SEC, waarvan bekend eigenlijk is dat hij ook strenger op zal treden. Dus ook dat is wederom een reden waarom specs nu, ja, allesbehalve populair zijn. Want vorig jaar kon je een beetje alles in die presentaties zetten. Kon je zeggen dat het de mooiste potentie had, het bedrijf, dat dit het beste rendement op ging leveren. Maar nu is dat allemaal dus wat anders. Bedrijven zijn wat terughoudender, er komt meer toezicht. Dat merk je eigenlijk gewoon nu al eigenlijk bij de specs die er nu zijn. En dat wordt waarschijnlijk alleen maar erger. Dus waar we vorig jaar juist een heel rooskleurig plaatje kregen, waardoor die hype dus juist is ontstaan, hebben we nu dus veel meer presentaties waar veel meer risico's worden aangekaart, waar het lang niet meer zo rooskleurig is als vorig jaar. En dus komen we daarmee ook aan het einde van de hype, zou je kunnen zeggen. En daarmee kom je dus eigenlijk wat meer richting de beursgang die we normaal kennen. Dat is een veel langer traject, daarom zijn specs zo interessant. Dat ging vaak veel sneller, hoefde je minder bekend te maken, maar nu moet je dus wel meer bekend maken. Het is beter voor de consument, minder goed voor de bedrijven, zou je kunnen zeggen. Tenminste, minder goed op de korte termijn, misschien juist wel beter op de lange termijn. En dat is dus nu wat er een beetje aan de hand is. En ook dat helpt zeker niet mee. Zeker als de eerste beleggers misschien hun winst hebben genomen, of juist wel hun verlies hebben genomen ook. En dus ben ik ook hier wel een beetje benieuwd naar wat specs de komende tijd gaan doen. Gaan we weer terug richting die hype? Herstelt het zich van het negatieve sentiment dat we eigenlijk nu hebben? Of blijft het een beetje zo? Of wordt het weer het nieuwe normaal? Ik weet nog niet hoe ik daar tegenaan moet kijken. Ik ben al best wel benieuwd daarin. En zoals gezegd, laat ook weten even wat jij denkt. Hoe kijk je hier tegenaan? Wat is jouw ervaring het afgelopen jaar geweest? En wat verwacht jij van de toekomst? Doe ook dat weer in de reacties onder deze video. Zijn we daarmee weer aan het einde gekomen van deze video? En wil ik je weer bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke, interessante video? Geef dan zeker even een duimpje omhoog. Dat helpt het kanaal, maar ik weet ook welke video's jullie interessant vinden, zodat ik meer van dit soort video's kan maken. En ben je nog niet geabonneerd op het kanaal, maar wil je wel meer video's zien? Zorg dan dat je abonneert op het kanaal door de knop onder deze video. Nogmaals bedankt voor het kijken en tot de volgende video.